Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. We zijn bijna mei. We zeggen eind april, maar we zijn op eind april. Ik vraag me af hoe dat jullie de afgelopen week hebben ervaren. Hoe was april voor jullie? Ik ben ondertussen al met mijn kleine kaartjes bezig. We krijgen de Emperor met excessive control and strength, lacking confidence. Oké, ik ben benieuwd waar dat de boodschap zal overgaan. De Emperor en de Strength cards zijn zo kleine kaartjes. Strength dus te boven. De Strength card voor mij is vooral zeker ook de tweelingvlammen, is eigenlijk een teken van eenheid. Van de union tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Wat zien we dat verhaal hier wordt? Misaligned values. Ja, the lovers. En the king of swords met authoritarian. Oké. Het doet mij denken aan dingen waar ik zelf het thema van de afgelopen weken zelf ook nog dieper mee bezig ben geweest. We krijgen ook self-entrapment. Zie. Zit eigenlijk vast in de oceaan, maar het is eigenlijk iets dat ze zelf gecreëerd heeft. Hetgeen dat we krijgen met de Emperor, omgekeerd de Strength card, omgekeerd de King of Swords, omgekeerd de Lovers, omgekeerd en dan zelf en de Eight of Swords met self-entrapment die niet omgekeerd is, is dat eigenlijk al de dingen dat we zien. Alles wat we in onze wereld ervaren, die als zo echt aanvoelt en die we dus automatisch zien als dat is de waarheid, dat is de realiteit, dat is het leven. Dat zorgt er eigenlijk voor dat we onszelf vastzetten in situaties. Maar vaak zijn dat situaties waarin dat we ons niet zo oké voelen, waar dat we zelfs ongelukkig zijn, waar dat we ziek worden, waarin dat onze energie niet stroomt. En dat zie je dan weer in de financiële flow of wat dan ook. En dat op, wanneer dat je financiële flow niet stroomt, dat wil dat niet altijd zeggen omdat je zelf met een blokkade zit. Wel, dat er een aantal zaken zijn waar je nog dieper mag gaan naar kijken. Maar daarom wil ik niet altijd zeggen dat je iets verkeerd doet. Dus dat is een moeilijke, een lastige. Maar hetgeen wat we nu zien, is dat we deze week moeten opletten dat we vanuit ideeën dat we hebben, vanuit overtuigingen hebben, vanuit hoe dat we denken dat de wereld in elkaar zit, de realiteit is, dat we niet gaan extra en nog meer controle gaan nemen. Maar dat we dus bewust gaan zijn en dieper in onszelf gaan kijken om in plaats van onze gedachten en de overtuigingen die we hebben, en dus ons ego, alles regels en eigenlijk alle mechanismen te laten sturen en te zeggen van nu ga ik op dat knopje doen en nu gaan we dat doen. En nu dus dat en dat en dat, en zoals je aan een flowchart kan zien, dat je kan zo volgen. Als dit en dit vervuld is, dan doe dit. Zo werkt het niet. Het gaat erover dat we naar binnen gaan. Ik heb al 1000 keer gezegd, maar ik zal het nog 1000 keer blijven zeggen, zodat je gewoon het snapt, dat het klikt. Het gaat erover dat je het leven en de wereld eigenlijk veel meer ook gaat zien als een spel. En laat me dat eventjes uitleggen, maar ik zie dat er iemand aan de deur staat wachten. Oké, dus het leven als een spel zien. Wanneer je spel aan het spelen bent, dan weet je dat dat spel gecreëerd is door iemand die daar ideeën en inspiratie over had en die dus een aantal uitdagingen en een aantal obstakels gemaakt hebben. Dat maakt dus, en ik zie dat heel vaak ook bij mijn tienerkinderen, dat wat gebeurt er wanneer dat zij met een obstakel geconfronteerd zijn, dan is dat alsof dat onze leven daarvan afhangt. Dat ze niet mogen doodgaan, dat ze niet mogen falen. Maar het is net door die
dingen te gaan doen dat ze hun vaardigheden op dat vlak gaan oefenen. Dat ze daar sterker gaan, dat ze er beter in worden in dat spel. Nu, als je het leven ook ziet als een spel, en dus op die manier kan kijken naar de obstakels die op je pad komen. En kan zeggen van oké, dat is nu de uitdaging die ik heb. Wat kan ik hieruit leren? Hoe kan ik daar sterker in worden? Om, let op, niet om er beter in te worden, maar om nog meer te onthechten van wat dat er hier gebeurt. Omdat net, en ik heb dat ook al vaak gezegd, overgave en vertrouwen zijn twee belangrijke dingen wanneer het gaat over manifesteren. En het maakt niet uit over wat hij wil manifesteren. Of wat nu de liefde van je leven is, of een nieuwe auto, of een huis, of gewoon geld, of voor eten te kopen. Het gaat erover van in hoeverre kan je zodanig onthechten dat het eigenlijk jou zelfs niet uitmaakt of dat je geld zal hebben, of dat lief zal hebben, of die auto zal hebben, tot het punt dat je jouw innerlijke gemoedstoestand zodanig constant blijft, ongeacht al die omstandigheden om jou heen, ongeacht al die voorwaarden. Omdat wanneer je onthecht bent, dan is er geen controle niet meer. Dan ben je niet meer afhankelijk van het resultaat. Dan ga je niet meer zeggen van, ja, als die persoon dit doet, of de overheid dat doet, of als die nu een keer dat zou doen, dan ga ik mij beter voelen, of dan ga ik mij gelukkig voelen. Maar zo werkt het niet. Je moet je eerst gelukkig voelen. Je moet je eerst in balans voelen. Je moet eerst die vervulling in jezelf voelen. Vooraleer dat je dan de juiste mensen gaat aantrekken, de juiste situaties gaat aantrekken, dat je magnetisch wordt voor geld en wat dan ook, om dan ervoor te zorgen dat je eigenlijk die wensvervulling, de vervulling van je wens, zal ook volledig ervaren. En eigenlijk zelfs op dat moment, en ik heb dat eigenlijk al heel vaak gehad, dan kom je op een punt dat je zoiets hebt van, als ik nu 1 miljoen euro heb, hoe zou ik mijn leven anders gaan invullen? Wat zou ik anders gaan doen? Want vaak geven we geld de schuld van dat we ons zo miserabel voelen, dat we ons zo slecht voelen, dat we depressief zijn of wat dan ook, of dat we iets niet kunnen. En het klopt als je geen geld hebt. Dan kan je geen brood kopen, dan kan je ook geen leuke ervaringen of geen reizen doen of gewoon ergens naartoe gaan of wat dan ook. Dat klopt. Maar het gaat erover dat je eerst gelukkig wordt, dat je eerst je goed voelt en dan gaat geld zoiets hebben van, oeh, dat lijkt me wel een leuke plaats om naartoe te gaan. En dan gaat geld stromen, dan gaat geld weer komen. Dus om het in het verhaal van het spel verder te zetten. Komt erop neer dat wanneer je een spel speelt, oké, het is frustrerend als je altijd maar opnieuw en opnieuw en opnieuw maar weer datzelfde level opnieuw moet doen en er niet doorheen geraakt. Ik herinner me nog van als ik zelf tiener was, al wat de spelletjes waren toen helemaal anders dan als ze nu waren. Maar je snapt het punt. Het gaat erover dat we niet opgeven. En het gaat erover dat we zeggen van ja, oké, weet je, ik vind het gewoon ook leuk om dit te doen. Ik vind het leuk, ik ben nu begonnen met Duolingo, dat is zo'n app waarin je talen kan leren. En die app ken ik al een hele tijd. Want toen ik thuisonderwijs gaf, dan leerden mijn kinderen daar Frans en Engels op. En tot op heden doen ze nog de talen. Mijn zoon leert ondertussen ook Zweeds. Ik zelf ben begonnen met Portugees. Sinds mijn reis naar Portugal in begin deze maand. Zijn er heel wat dingen verschoven in mijn leven ook weer. Dus ben ik nu begonnen met het leren van Portugees. En ik vind het zo leuk om te doen dat ik gewoon doorheen de levels schiet. En dat is net hetgeen wat ik van deze ochtend ook in mijn auto aan dacht van wanneer je dingen wil gaan leren, maar je hebt er geen interesse voor. Bijvoorbeeld ik had dat vroeger met Frans. Ik vond dat een super moeilijke taal en ik snapte ook het nut niet waarom ik dat zou moeten leren. Waarom ik er überhaupt mijn tijd en energie zou moeten insteken. Dus wat gebeurde er? Ja, dat was moeilijk, dat was lastig. Terwijl nu, Portugees blijkt ook geen zo simpele taal te zijn. Frans hetzelfde. En toch lukte op een of andere manier veel makkelijker om dat op te nemen en te absorberen
dan toen ik als tiener verplicht Frans moest leren. Moraal van het verhaal is dat wanneer dat je onthecht van het resultaat en gewoon de fun ervan inziet, het plezier ervan inziet om je mind uit te dagen, om iets leuks te doen, om iets nieuws te doen, maakt niet uit wat ik geraak, maakt niet uit wat ik onthoud of hoeveel fouten ik maak of geen fouten maak, maakt niet uit. Ook al heb je die rewards en wat dan ook dat je kan gaan krijgen in de app, het maakt mij niet uit. Waarom niet? Omdat ik het gewoon leuk vind om te doen. En dat is hetgeen wat ik ook al heel vaak gezien heb doorheen mijn carrière. Ik heb al heel veel cursussen en ook in mijn bacheloropleiding en zo. Die dingen waar ik meest in geïnteresseerd was en de dingen die meest tot mijn ziel spraken, die gingen als een spons gewoon in mij. Maar andere dingen, daar had ik zoveel weerstand tegen, dat gewoon iedere keer zo precies tegen de boem, boem, boem. En mocht dat nog ondertussen keer gaan leren, dat ging gewoon niet. Dat ging er gewoon niet in. En hoe hoger je in energie bent en hoe meer dat je gewoon kan intappen op de universele bibliotheek van meesgeet, hoe sneller dat je ook op die manier kan gaan werken. Bijvoorbeeld, doordat ik ook gevraagd heb aan mijn team van oké, help mij om de informatie gewoon te begrijpen. Om het zodanig op te nemen dat het als zo een tweede natuur lijkt. En dat is ook hoe dat je, wanneer dat gaat over manifesteren, voor studenten, van mijn kinderen zeg ik dat ook, van vraag gewoon hulp aan de engeltjes van Frans, aan de engeltjes van wiskunde, aan de engeltjes van aardrijkskunde. Je moet dat niet allemaal van buiten leren. Vraag het gewoon. Ze studeren natuurlijk wel nog, maar dan op het moment dat ze moeten een toets of een examen doen of wat dan ook, dan vragen ze die hulp. En dat is de clue. Waarom moet je alles zo moeilijk maken en waarom moet je alles van buiten leren en alles proberen op jezelf te doen en alleen te doen? Dat is vanuit controle. Manifesteren is van oké, dat is hetgeen dat ik zou willen ervaren. Dat is hetgeen wat ik voel dat mijn ziel wil hier neerzetten en ervaren en wie dat ik bedoeld ben te zijn. En vanuit dat vraag je hulp aan je team. Ik heb nu ook een aantal nieuwe intenties gezet en ik heb ook hulp gevraagd. Zoals je weet, werk ik ook met de universele vlammen. En ook dat helpt om heel veel dingen die aan zijn mind zitten, want vandaar dat we ook die Eight of Swords kregen, self-entrapment, hè. Om dat iedere keer te gaan counteren. Alle vragen die je hebt, die komen niet voort vanuit je ziel, want je ziel die weet alles al. Het komt voort vanuit je ego, die wil het gaan controleren, die wil die flowchart gaan volgen van, ah, dat en dat en dat hebben we, dus dat wil zeggen dat we dan dag en dag moeten doen, of dat wil zeggen dat we moeten op die manier gaan reageren. Terwijl je ziel heeft zoiets van, oké, bring it on, laat het maar komen. Ik wil gewoon alles ervaren, al die emoties, maakt niet uit, laat maar komen. Hop. De mind, het ego, dat zegt van, dat kan niet. Bijvoorbeeld nu, ik zeg de ego, en mijn mind zegt, oh nee, klopt niet, dat is het ego. De ziel, who cares? Het gaat over de boodschap, het gaat over wat eronder zit, de energie die ik meestuur. Gaan eens zien met welke vlammen dat we deze week kunnen samenwerken. En voor degenen die het nog niet gezien hebben, of die het nog niet weten, ik heb het programma van de vlammen zodanig opgezet en aangepast in overleg met Chino en Sarah, aangezien dat zij nu vanaf volgende week, of de week daarop, laat me zien op de kalender, ja, vanaf volgende week, dinsdag, gaan zij weer de groepsessies organiseren. Er is ook een WhatsApp-groep opgezet, onder leiding van Gino en Sarah, waarin je vragen kan stellen over de vlammen of over je persoonlijke ascensieproces. Sarah en Gino zijn ook alle twee tweelingvlammen, dus ook daarin weten ze hoe of wat. Je kan ook via de website 16 Vlammen vanaf nu ook 1-op-1 sessies met hen boeken. Of een reading met Sarah en natuurlijk de channeling met mij, dat staat er ook voor het gemak bij vermeld. En wat moet ik nog zeggen? En je kan het aanschaffen dus als één geheel. Dat zeggen we als één pakket. Dan betaal je het pakket. Je kan het wel in termijnbetalingen betalen, maar je betaalt het pakket en dan blijf je toegang behouden voor de rest van je leven. En dan krijg je ook natuurlijk informatie rond de updates en toegang tot de groepsessies en wat dat er nog allemaal komt. Of je kan ervoor kiezen om het te volgen als een soort van lidmaatschap. En dan betaal je elke maand €44 en daarvoor krijg je dus toegang voor die maand tot het programma, tot de content, tot de sessies.
beslis je na een aantal maanden om te stoppen. Ja, dat stopt ook de toegang tot het programma, tot de transmissies, tot de nieuwe video's en de updates die erop bij komen. Op die manier hopen we om zoveel mogelijk mensen toegang te krijgen, te geven bedoel ik, zodanig dat geld geen excuus mag zijn en geld geen excuus mag en kan vormen om niet aan jezelf en in jezelf te investeren. Want geloof me, eens dat je begint te werken met die vlammen, dan gaat jouw ascensieproces in een stroomversnelling. En dan komen er dingen op je pad, dan gaan er deuren open. Deuren bedoel ik dan vooral in de zin van inzichten die je krijgt. Dat je zoiets had van, oh my god, had ik dat eerder geweten. En dan daarom is het zo super waardevol. En wil ik liever nog dan heel veel geld ermee te verdienen, want daar gaat het mij niet om. Ook al moet ik ook mijn huur betalen en al die andere dingen betalen. Dat blijft voor iedereen hetzelfde. Maar hetgeen waar dat voorop staat, is het van dienst zijn. Is de informatie, de kennis dat ik doorkreeg, de wijsheid dat ik doorkreeg, om die te delen en te channelen. En vandaar dat deze video, die bedoeld was als reading, een ander soort video geworden is. Maar dat is hetgeen dat ik doorkreeg om over te spreken. Dus ga ik dat delen, want er gaat er wel één iemand minstens zijn die daar nood heeft aan de boodschap. De vlammen waar we daarmee kunnen werken zijn deze. Ik ga het zo doen, zodat het licht er niet in zit. Dat is van Aartsengel Zadkiel en met dankbaarheid, dus gratitude. En dan hebben we er twee van Aartsengel Jofiel. Zie, zelden, maar ik ga het één per één tonen. Met vergiffenis. En dat is ook niet toevallig dat dit uitkomt, liberation. Dus ik ging zeggen onthechting. Maar dus onthechting, wat geeft dat? Onthechting geeft je vrijheid. En waarom Jofiel twee keer? Omdat Jofiel en deze kleur, dus een geel-oranje vlam, die is ook verbonden met de mind. Die is verbonden met het doorbreken van overtuigingen. Want vaak zeg ik ook van, als je niet goed weet wat je moet zeggen in een gesprek, vraag deze vlam om jou te helpen. Of vraag Aartsengel Jofiel om je te helpen om de woorden te geven dat je in die situatie moet spreken. En dan Zadkiel, waarom komt die energie naar boven? Omdat we zoveel overvloed hebben. We hebben zoveel goede dingen, maar we zien het niet. Waarom niet? Omdat we kijken vanuit die beperkte ideeën, beperkte gedachten. En dat zorgt ervoor dat we onszelf gewoon vastzetten, zonder dat we het weten. Waarom? Omdat de waarden niet afgestemd zijn met je ziel en je constant maar blijft leven vanuit je ego. En geloof mij, ik heb al mensen gehad die mij sturen, ja, maar ik heb mijn ego onder controle. Guess what? Je hebt het niet onder controle. Als je dat schrijft, heb je het niet onder controle. En het spijt mij vreselijk, maar het is wel zo. Dus als je wilt dieper in je eenheid komen, als je die controle wil loslaten, als je vanuit de goede energie wilt een meester worden over je leven, dan zou ik zeggen, start met het programma van de Vlammen. Niet alleen krijg je vanaf volgende week dan de extra ondersteuning van de groepsessies. Je hebt ook de WhatsApp-groep waar je vragen kan, jouw individuele vragen kan stellen. Je krijgt ook de mogelijkheid om sessies met Sarah, mij of Gino te plannen. Ja, allemaal leuke dingen. En ik zeg het, ja, ik zou het programma van de Vlammen niet aanraden als ik niet wist dat het zo krachtig was en zo waardevol was. Voilà. Ik denk dat dat een van mijn grootste missies is hier op aarde. Die vlammen hier terug neerzetten en tonen dat ook ondernemen en je leven vormgeven op een andere manier kan. Dus ik zou zeggen, de meeste mensen willen één op één met mij samenwerken, maar dat doe ik op een bewuste reden niet meer. Daarom zijn Gino en Sarah er ook. Omdat in een sessie van een uur kan ik je maar zoveel geven als ik me kan geven in dat uur. En persoonlijke groei, dat is een proces dat verloopt in fases. Daarom dat ik ook altijd 3 maanden of 6 maanden met mensen heb samengewerkt. Maar in de programma's die ik gecreëerd heb, dus manifesteren met de elementen, het programma van de universele vlammen en dan de spirituele nemer onderhuld, daar zit alles zo gestructureerd in dat je eigenlijk een houvast hebt om doorheen jouw dagelijkse leven, waar je constant weer weggetrokken wordt en afgeleid wordt van waar je eigenlijk mee bezig bent. Dat geeft een zodanige structuur dat je blijft die stappen zetten. En daar gaat het over. Dat je blijft vooruit gaan, dat je blijft die stappen zetten.
Dus ik zou zeggen, als je nog niets met mij gedaan hebt, of eigenlijk wel liefst heel graag één op één wil reserveren, zou ik zeggen, ga eerst gaan kijken naar die cursussen. Daar ga je heel veel antwoorden vinden op je vragen. Of zelfs die e-boekjes ook. Er zijn twee e-boekjes die je online kan beschikken. Of mijn boek 96 Vlam, daar staan ook al heel veel dingen in. De gratis transmissies op YouTube, die zijn natuurlijk super waardevol. Maar het is niet omdat ze gratis zijn, dat ze daarom niet waardevol zijn. Dus ook dat is super belangrijk, misschien blijkbaar om te vermelden. Maar in de programma's, zowel van manifesteren met elementen, dacht ik dat er ook transmissies in zitten. Ja, specifiek op manifesteren. Dan in de vlammen natuurlijk, een heleboel tientallen transmissies. En ook in het programma Spirituele Ondernemer. Ook daar zitten er weer nog diepgaandere transmissies. Daar werken we met 12 chakrasysteem. Waar dat met de vlammen eigenlijk de 7 hoofdchakras zijn. En dus in Spirituele Ondernemer, daar gaan er transmissies ga je vinden die te maken hebben met ondernemen, met nog dieper manifesteren vanuit die hogere verbindingen, vanuit verschillende dimensies. Dus dat is eigenlijk ook weer naar het next level. Het hoeft zelfs niet dat je een ondernemer bent, want al die dingen die je daar leert, kan je en zal je ook toepassen wanneer het gaat over jouw persoonlijke leven. Want een spirituele ondernemer, zijn bedrijf is gewoon gekoppeld aan wie dat hij is als persoon, dus als zijn energie, als zijn spirituele identiteit. Voilà, dat gezegd zijnde, dat was voor vandaag. Ik weet, ik moet nog die zodiac-readingen doen, maar ja, wanneer ik het niet voel, dan doe ik het niet. Doe ik het liever niet. En er zal ook wel weer een reden zijn waarom dat het nog niet gebeurd is. Voilà, dat was het voor nu. Ik wens je alvast een fantastische week. Heb je vragen rond de programma's of wat dan ook? Loop je tegen iets aan en denk je dat misschien een challenge goed zou zijn? Dat kan je allemaal stellen via de contactpagina van de website. Of als het niet zo dringend is, kan je het ook gewoon in de comment hier onder de video plaatsen. En dan probeer ik ook elke video, elke content te gaan beantwoorden. Moest het zijn dat je ziet dat je een vraag gesteld hebt en ik heb het niet gezien, dan is het beste dat je het als een nieuwe comment zet. Want soms geeft mijn YouTube-programma dan niet dat er nieuwe comments zijn. Dus dat is dan ook weer gezegd. Ik zag net 2222 op de camera. Voilà, dat was het voor nu. Ik wens je een fantastische, fijne week en tot in de volgende. Dag!